En deze man op zijn eerste EK lange afstand op weg naar de overwinning, want dat kan hier niet meer fout gaan, zit op minder dan een kilometer van de aankomst nu. Het is nu wel zwoegen, hè, voor Frederik, maar het mag op het einde. Bert Jamar loopt nog steeds in zesde positie, denk ik ook een heel mooi resultaat. Ik zal hier tweede Belg worden. Veel publiek dicht bij de finish. Aanmoedigingen nog voor Van Lierde. En Colting zit in dezelfde rechte lijn. Maar ja, het is dan toch nog 1 minuut en 3 seconden. Dat kan niet meer mislopen voor Frederik. Maar je ziet wel, tempo ligt hoger bij de Zweed. De bocht aan de fontein en dan richting gele boog, net voor de aankomst. Ginds is hij. 57, ja. Prutste secondjes af, maar komt te kort om Van Lierde nog te grijpen. En zoals Jean Paak zei, Paul, een oververdiende overwinning. Ja. Van de eerste meter eigenlijk aan de leiding. Onmiddellijk aan de leiding bij het zwemmen. Daar met relatief wat voorsprong uit het water gekomen en die vooral uitgebouwd in het fietsen en daar toch de basis gelegd voor zijn overwinning. Ja. Ik vind het heel mooi, we hebben in België een traditie op de lange afstand, we hebben heel goede atleten en we krijgen dan nu een atleet bij, dus ook een relatief jonge atleet. De toekomst van de Belgische triathlon op de lange afstand krijgt ermee een nieuwe boost. Hè. De Frederik van Lierde die zich daarop gaat toeleggen, hoop ik of denk ik toch. 3 uur 41,50 ook. Schitterende tijd. En wat belangrijker is, Europese titel bij zijn eerste deelname voor Frederik van Lierde. En Colting, Jonas Colting, nog voorbij een paar gedubbelde. Naar verdiend zilver. Misschien iets te laat versneld bij het lopen. Hoewel, had hij het vroeger gedaan, was hij misschien in elkaar gestuikt. Dat is onmogelijk te voorspellen. Maar Colting hier uit de bocht. En op zowat driekwart minuut wordt hij tweede. En is daar blijkbaar gelukkig mee. Ja, dat is een mooie prestatie. Maar dat is blijkbaar iemand die voortdurend naast de eerste plaats schrijft. Dus op zijn veel ereplaats. Veel ereplaats op de grote kampioenschappen. Dus, maar dat geeft ook aan dat de prestatie van Frederik van Lierde niet iets is dat gestolen is. Hè. Dus hij heeft wel Colting, iemand die nog top 5 gehaald heeft op EK's en WK's, moeten kloppen om hier Europees kampioen te worden. Dus, en Steven Baylis, ook al blij met zijn bronzen medaille. Het podium is dus duidelijk. Frederik van Lierde, Jonas Colting en Steven Baylis. Pertusati heeft uiteindelijk goed stand gehouden. Finished op 2 minuten 25 ongeveer. Ja, ondanks een mindere loopstijl en een valse trage. Ja, pitst hij dan toch nog meer dan een minuut af en van achterstand op Frederik. Ja, heeft goed gelopen. De vijfde in de Gambles. Wedstrijd, tweede Brit, Gambles. Ook helemaal kapot. Zesde Bert Jamar, die hebben we jammer genoeg niet in beeld. En zevende, nog een goede remont in de laatste ronde, is Gerrit Schellens, derde Belg na Van Lierde en Jamar.